volgen wij het programma met de zesjarigen. Daarin zijn binnengekomen nummer 41, Jant van de Boerenstreek. Een zesjarige zoon van Elias, 494. Moeder is Ninte van de Boerenstreek en sterke sportmerrie van Tjalle, 454. Fokker is de heer H. Alfra en Hilly Alfra uit Kurenterp en eigenaren Peter Spaan en Bron uit Nieuwert. Nou, vaste Amazone is Ikibo en vandaag voorgesteld door Chris Epskammer. En nummer 71, Hedwig van de Hinderwente, een zesjarige dochter van Hette, 481. Moeder is Femke J. van het Zijpeland, een sterke sportmerrie van Dries, 421. Fokkers met BNM van Wieringen uit Oude Sluis en eigenaar familie van Boorn uit Schiedam. De vaste ruiter van Hedwig is Edwin Bos en vandaag wordt ze voorgesteld door Mark van Leeuwen. Veel succes! Wij zijn nu toegekomen en groepen 6 jaar paren. Deze paren zijn geselecteerd op weer puur kwaliteit van een sterk achterbeen, goed lichaamsgebruik, vanuit de schoffen naar boven lopen en ook gewoon heel uitgebalanceerd hebben ze deze paarden toegenomen. Het is 6 jaar wordt verwacht dat ze Z1 boven Z2 niveau laten zien. En ik draag dan de ruiters ook uit om ook aan deze oefeningen te gaan komen. Jullie testen waar is het schakelvermogen van het paard, dat is gewoon heel belangrijk. En dan neem ik ook de oefeningen mee. Kijk hoe bewerkbaar zijn ze in het schouderbinnenwaart, in een appiëment. En straks ook als jullie gaan galopperen, wil ik graag kijken van kunnen die paarden ook goed doorsluiten richting een eenvoudige wissel? Want dat zijn toch de beginselen in het werk waar het straks op door moet als sportpaard. Dan kom je in de Z2, kom je in de hogere dressuren en dan toch naar goede wissels kunnen komen. Goed kunnen sluiten, goed naar de verzameling kunnen komen. De volgorde mogen jullie grotendeels zelf bepalen. En jullie bepalen zelf waar gaat het paard beter van lopen, maar ga ze wel echt testen. Iedere keer even weer extra ondersteunen met de binnenbeen maken. Die ben ik wel heel groot zijwaarts, maar doordat ze zo heel groot gaan, mist het soms nog een stukje balans. En dan kan je dat altijd oplossen door iets aan het binnenbeen naar voren. We zagen daar zo ook een appiëment van Gjalt. Dan zie je dat hij heel groot er doorheen gaat. En het mooie is wel, je pakt een stukje appiëment erin en je rijdt er direct weer heel actief uit. Een paard loopt, tenminste in de selecties, heel gemakkelijk door de oefeningen heen. Het is gewoon wat belangrijk is dat hij ook in de oefeningen zo heel mooi naar de hand toe blijft lopen. Ja, maar we zien gewoon zo in die schakelingen dat ze dat direct aanpakken. Paard staan de beide goed scherp aan. Hele mooie schouder in de uitzien dat ik ineens draait. Heel groot paard, gaat er met veel pak doorheen. Blijft heel mooi in de houding. Hele mooie schouder in de uitzien. Ook de merrie bij Mark die erop zit, zien we veel trek in de benen. Sterk achterbeen. Zo. Kijk, nou voorwaarts blijven denken. Precies, dan maakt het steeds stabieler in zo'n schouderbinnenwaarts. Weet je, en het hoeft geen hele lange zijde te zijn. Ja, gewoon een paar hele goede passen laten zien, zijn we ook heel tevreden. Juist. Kijk. Ja, heel groot zijwaarts. Blijft heel mooi aan de hand. Super. Keurig is. Juist. Kijk, en tussen de oefeningen door blijven jullie schakelen, hè, met je paarden. Blijf goed voelen. Kijk, dan voel je daar maar. Jij schakelt maar iets terug en dan voel je hoe lichtvoetig dat die merrie wordt, hè.
is altijd even vragen en er weer uitdraaien. Christy neemt zo even een stukje stap tussendoor mee. We zien dat paard goed zuiver staat. Dus zit goed in de takt. Gaat een kleine overstap. Stapt wel mooi uit de schouder weg. En achterin staat heel consequent door. Dus het is wel een stap waar we blij van worden. Maarten heeft zich ondertussen een stukje galop meegenomen. Ik wou net zeggen dat hij heel mooi gaat. Dus ik ga Rick even aanhouden. Ja, van de mens springt wel van nature al heel mooi naar de achterbeen. Juist, kijk, en dan is dat in de verruiming. Jij rijdt daar naar voren en dan wil de baby het liefst een beetje meer omhoog springen. En probeer gewoon haar ook uit te dagen dat ze steeds meer boven pakt. Chris moet hem recht blijven richten. Juist. Zorg dat hij iedere keer de druk op de achterbeen houdt. Hè? Soms ietsjes met de achterhand naar binnen. En als je dan straks weer aankalpeert, maar probeer zo klein mogelijk. Hè? Als je de gel dan een heel mooi klopapiment aanbieden. Daar zo in de gaten houden dat we ietsjes neusje eruit houden, Chris. Zo. Je mag straks die Berry ook een beetje uitdagen. Maar om een paar keer vanuit de stad aan te gaan proberen, hoor. Kijk, dat is een stukje wat ook wel in de proef wordt gevraagd. Blijf hier ook een maskeren op de volgende vis en dan ook even.
even dat stukje doorsluiten. Dus ik heb een paar stommetjes arbeidspirouet meenemen. En als ik kijk hoe gemakkelijk van een paar appelleert. En dan nog steeds meer. En dat ga ik hier nog aan het zitten kunnen krijgen. En dat het gewicht nog meer overneemt. Juist. En een tandje terugschakelen. Balans houden. Ah, kijk. Kijk, dat. Super, super. Heel mooi. Kijk, en dan zie ik ook dat paard echt zelf het gewicht overneemt op achterbenen. Heel mooi vrij in de voorhand is. Super geregeld. Kijk, dan door de ruiters dit te laten testen, dan zie je ook de bereidwilligheid en het functioneren van het paard. Hè? Waar liggen de sterke punten? Laat het paard zich heel gemakkelijk scholen en dat zien we eigenlijk bij beide paarden. Dus er zit nog wel een stuk verschil in hoever dat ze in de africhting zijn. Maar daarbij wil ik ook noemen dat het paard gemakkelijk een vulletje heeft gehad. En daardoor echt een tijd uit de running is geweest. Dus die heeft ten opzichte van jou heeft hij een trainingsachterstand. Maar als we zo even aan het werk zijn, zien we wel dat men gewoon heel veel wil aanbieden. Ook met het stukje eraf, ook keurig. Het is vooral, maar met het paard van jou, met Hedwig, zien we dat hij gewoon heel veel vermogen heeft om te sluiten. Als je ook op deze kant nog eens een keer zo'n beetje extra terugsluit in die draf, en dan zitten blijven, achterbeen goed aanvullen, vlug houden, kijk. En dan er weer uit. Dat je net niet wacht dat ze zich te strak maakt in de bovenlijn. Goed geregeld. Keurig. Kijk, het is in het galopwerk ook, hebben we dus ook gedaan, misschien ga je het nog een paar keer oefenen. Klein vanuit de start aan, dan biedt ze het meteen aan. Dus dat maakt ons wel blij. En dat we wel een mening in heel veel kwaliteit hebben, maar wel kunnen bemerken. Heren, wil je nog wat zien? Maar voor mij hebben de paarden zich goed laten zien. En sluit het hiermee af. Chillen van Manen en vandaag voorgesteld door Chris Epskamp.
gaan we verder met nummer 72, dat is Ikje van Bolwarren. Een zesjarige dochter van Nana 492. Moeder is Frederike J. van Bolwarren. En zij is een oordeel, referente, prestatie en triple aanmerking van Leffert 306. Fokker en eigenaar, tegenwaardigster van de ploeg uit Oudegem. Vaste amazone van Ikje is Mark naar Holbena. En vandaag wordt ze voorgesteld door Mark van Leeuwen. Heel veel succes! In deze tweede groep hebben we graag Borstel. Paard dat opgehandeld heel veel succes in het lopen, heel veel afdruk heeft. En daarbij gewoon heel gesloten in zijn beweging blijft. Het is eigenlijk geen pas dat het achterbeen achter de massa komt. Kan heel goed aansluiten en goed doorsluiten. Dus dat mag je vandaag ook goed op testen, Chris. Wat ook in de selectiewedstrijden opviel, wil ik toch noemen, het paard kan groepen goed stappen. En dat kan ik hier ook wel zeggen, het was een paard met het hoogste cijfer voor de stap in onze selectie. Dus die stap moet straks ook even goed laten zien. Dan zit Mark vandaag op Ikje, van Wolwaren. Ook een powervolle merrie. Sterk achterbeen, elegant voorbeen. Was heel netjes in de africhting ook op dit niveau. In de galop was Harina al zo'n beetje met de wissels bezig. En soms speelt het stukje spanning een beetje op. Maar we zagen gewoon in de halve finale dat het alweer heel goed onder controle was. En we zien ook wel bij Ikje gewoon heel fijn lichaamsgebruik, loopt weer veel souplesse. Het is gewoon even aandacht, want hij ook even aftasten zo het eerste deel. Hè, om straks die hals iets meer vanuit de schoft op lengte te kunnen krijgen. Graag zien we heel veel rapimenten in, dragen. Belangrijk is om dan dat stukje impuls te kunnen behouden. Voor Mark en Ikje is dat eigenlijk ook gewoon een hele gemakkelijke oefening. De merrie danst in feite gewoon door het appartement heen. Hè. Wel de linkerbuik goed in de gaten houden, een stukje balans houden. Hij wil een heel groot schade. Thank you.
Graaf is een winst gaan galopperen. Heel goed balans, heel vaste ritme. Precies. Precies. Kijk, en ook die kan je straks wel een paar keer goed doorsluiten, Chris, hoor. Want dat is een stukje waar hij goed beheerst. Je houdt ook in de vlog heel veel koop. Heel goed toespringen achterbeen. Ook ik je kan het zo direct op de volgende dag heel goed doorsluiten maken. En dan moet je er al vandaag zijn dat je heel goed de buitenschouder erin houdt. En dat is die er niet uitdrukt. Geen probleem van.
stukje waar de Amazone er wel mee heeft. Daar zit even 5 minuten aan zitten, moet je het maar weer doen. Maar ik ben nu wel heel fijn aan het rijden. Heb je dan een uitgestrekte draad voor ons? Mooi neusje eruit. Ja, ja, kijk. Dit is leuk om naar te kijken. Super. Zo hebben wij de laatste 2 finalisten in de baan. En ook dit zijn niet de minste. We zien Chris op nummer rijden.
Maar is in de selecties naar boven gekomen door een hele stabiele prestatie. Het is een paard dat gewoon een mooie afdruk heeft, een mooie balans heeft, veel zelfhouding heeft. Beschikt over drie echt goede basisgangen. En gewoon uitblinkt in de bewerkbaarheid en in de harmonie wat dit paard toont. Laat ze gewoon heel fijn, werkwillig voorstellen. Dan kijken we naar Mark, die zit op een grote inbreuk. En een hele actieve merrie. Achterbeen met heel veel buiken in de sprong gewricht. En heel veel voorbeentechniek. Kan het voorbeen heel groot vanuit de schouder wegzetten. En merrie loopt ook goed vanuit de schoffel naar boven. We zagen hem al zo even een drafappiement doorrijden. En ook gewoon in het appiement blijven werken. Gewoon heel groot bewegen. Heel goed in het ritme. Dus getuigt ook weer van veel kwaliteit wat we hier in de baan hebben. Weet echt de voet te staan. Goed op een halflengte blijven leggen. Stap hem direct mooi uitleggen. Heeft ook een hele actieve stap. Met voldoende ruimte erin. Goed zuiver. Ja? Voor een heel hoog zuiver zullen we nog iets meer. Jullie zien dat wat hij doorschrijft. Nog iets meer boven pakt. Het is dan een hele knappe stap.
heel straks maar eens een keer vanuit de stad uit gaan proberen en als een heel apart maak. En dat we dan ook in die galop en je korte stukjes uitdagen om dat stukje meer te verzamelen. Dan is je goed de schouders van het paard meenemen. Juist, goed. Kijk, nu is het belangrijk, zeer naar achterbeen vlug houden. Goed, 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 heel goed, heel goed, heel goed. En dat wordt direct weer uit. Kijk, daar neemt het paard echt het gewicht over op het achterbeen. Hè. Gaat hij zich echt goed dragen. En het zijn nog maar 6-jarige paarden, mensen. Hè. Dus dat is heel knap dat hij dat zo mooi aanbiedt. Fijn. Kijk, in vertaald zit dat zo direct ook een beetje door in de draaf. Kijk, beter maar, beter. Het is een heel groot paard, een super ruime galopsprong. En dat is, zie dat maar te sluiten, dat is moeilijk. Daarbij komt dat een paard gewoon heel veel go heeft. Hè. Hij denkt altijd voorwaarts. Immer denkt voorwaarts, immer denkt groot. En dan is dat stukje sluiten is iets moeilijker. Maar als een paard hebben wat niet kan galopperen, kan helemaal niks maken. Hij kan heel goed galopperen. Een stuk sluitwerk heeft hij iets langer tijd voor nodig om daar sterk genoeg in te worden. Maar nu zie ik gewoon dat stukje draad weer en daar is hij mega. Hè? Heel goed. Heel goed. Kijk, hij is van het galopperen ook nog een stukje losgelaten in zijn lichaam geworden. Ah, stoer. Niet gek, hè? Van het achterbeen moet onder de massa blijven. Te veel komt je op. Net even iets te veel met het achterbeen achter zijn lichaam. Dat is gewoon waar we even voor moeten oppassen. Ja, mooie schakeling, Chris. En zo toch naar van wat kleiner naar wat groter. En dan merk je dat, dat Hummer zich steeds meer van de vloer gaat drukken. Wat hij mooier van. Goed. Juist, daar en uit. Juist, kijk. Niet gek. Kijk, maar nu houdt hij zijn zweefmoment. Heel goed gereden. Het is bij hem, maar als hij daar net over de top gaat, dan zal hij net lopen worden. Dan verlies hij dat. Kijk, mooi, stoer op je korte zijde. Dan heb je toch een verzamelde draf waar een hele mooie afdrukking komt. Dank jullie wel.
6 meter en deze kanalen die voor 40% mee gaan tellen. En zo meteen in het sportmatinee maken we dus duidelijk wie de derde, tweede en kampioen zijn geworden. Maar alle hele, hele beste paarden. Zo meteen om 3 uur vervolgen wij het programma buiten in de piste. Dan starten we met het sportmatinee. Dus graag tot zover.